welkom in deze nieuwe video aan Pols. We hebben nog niet even gevlogd. Wil dat passen op een op Enzo, hè? En we hebben zijn haren gedaan. Dus we hebben zijn... Kun je het eventjes zo doen? Kijk, we hebben zijn haren gedaan. En dat hebben we een beetje uitgestoken ondertussen. Hij is op de pot geweest en alles. Ik heb hem ook gedaan ondertussen. En hij kan al een beetje stappen eigenlijk. Dat kan hem ook al wat stappen. Dus dat doet hem ook allemaal stappen en een beetje. Nee. En dat kan hem ook al wat stapjes doen. Dat doe je al een beetje, hè. Beetje stappen. Hey, welkom in deze nieuwe video van Bolstar. We zijn vandaag dag 2, mijn petekindje is hier nog. Dus hier zit hem dan. In zijn stoeltje. Zit hem. Namelijk. En hij heeft ook zo'n diertje. Ik heb daar wel zo'n diertje dat je zo... Ja, moet omdraaien. Zo'n diertje eigenlijk. Dat je zo om moet omdraaien, dan is dat zo boos. En dan is dat weer blij. Hij heeft dat ook gekozen op de kermis. Dus het is wel leuk, ik ga het hem teruggeven. We gaan eten klaarmaken voor hem. Dus dat gaan we doen, eten klaarmaken. Dus we gaan eens kijken wat de mama heeft meegegeven. Waar is dat, de zak? En zo, ah, daar, de Russen. Dat is een Russen, die is hier. Ik heb ook mijn eerste van een kant. Mijn toestemming en zo, dat is een jas. Dat is geen eten, hè. Drinken. Hier zijn de potjes van het eten. Aardappeltjes. Wat is dat? Vlees. Fruit. Zullen we dus gaan beginnen? Al nodig. Mesje, heel gevaarlijk. Dus we gaan ook eventjes live gaan. Ik zal even mijn fanaccount laten zien. Ik sta hier op. Wacht even, mijn fanaccount. Dit is mijn fanaccount. Als je het goed kunt zien. Dat is het fanaccount dat Lotte heeft gemaakt. En dat vind ik al super leuk dat ze gedaan heeft. Eventjes live daarvoor. Ja.
foto even nog opslagen. Zo, dus we zullen maar beginnen met korte schillen. Dus we hebben de aardappeltjes hier op het vuur staan. Daar staan ze. Alleen deze vind ik altijd heel moeilijk om te bakken. Dus dat gaat worden. Maar we gaan het toch proberen. Gaan. Alles voor Petekind. We gaan boter pakken. Boter. Dat is boter. Kijk. Grote pak boter. Goed maar eens. Het is groot, hè. Wel om het te volgen. Peter er wat boter in doen. Nee, dat weet ik. Ja. Ondertussen zijn de moderators bijna allemaal ingelegd. Dus allemaal even mijn fanaccount willen volgen. Dat zou super tof zijn, want boter is echt een topper. Dus we hebben boter in de pan gedaan, mensen. Kijk, de boter, boter in de pan. Dus ik doe het vuur ook hier aan, want anders heb ik geen vuurtje. Voilà. En dan is het gewoon een kwestie van wachten tot de boter gesmolten is, zeker. Hè. Nu is het in de pan. Dat is nooit gedaan. Ik ben al de eerste keer dat ik dat maak. Voor deze kleine man. Lacht eens. De proces is ook eens weg te gaan. Hier staat hij trouwens. Uit de tijd. De proces is ook eens om eens buiten te gaan. Het is een beetje te regenen. Dus. Dus we gaan maar de fiets gaan pakken, zeker. Als we zo goed als nat. Allee, ik ben sowieso nat, maar bedoel, dan is het nog nat. Dus dan gaan we dat maar doen. Dus gaan we die fietskaart die hier staat, buiten. Zo. Laat hem even die deur staan. Zo, dat is gelukt. Die gaan we pakken. Top. Zo. Ziet u van de fiets? Hier is hem dan. Kleine, die zie je dan, kijk, in zijn stoel.
Zo. Moet je iets pakken? Dat ligt volgens mij de fiets. Dus achter ons staan we nu aan de winkel. Daar gaan we eens kijken of we ze daar hebben. En er staat hier momenteel onze schoentjes aan. Wacht. En daar gaan we eens binnen gaan. Hè. Ja, zien wat ze daar hebben. Stappen. Dus. Ze zijn goed nat. Ik kan nog niet zo goed wandelen met zijn schoentjes aan. Maar we glijden ook allemaal, dat is het probleem. We gaan deze winkel binnen trouwens. Dus we gaan eens kijken wat ze daar hebben. Wow. Het is gelijk. Ze gaan naar binnen. Ik ga mijn handjes ontsmetten. Binnen. Hij wandelt gewoon nu. Omdat het niks is. We gaan eens kijken waar ze staan. Dat is de eerste keer dat ik kom. Zo'n grote winkel. En deze schoenen moeten we gaan hebben. Die. En dan gaan we eens gaan kijken. Of we eens daar tussen vinden met maat. Dus ja, gaan we dat doen. We gaan eens kijken. Ja. Hier heb je allemaal schoenen. Meneer? Meneer? Ja. En hier gaan we kijken of dat ze passen. Ja, wij zitten even hier. En we gaan eens kijken. Het trucje zit altijd een beetje kleur. Ja, dit is wel. Ik heb ook zes schoentjes passen, kijk. Dus schattig. Dat is goed niet aan. Mooi, hè. Die vind ik eigenlijk nog het beste van allemaal. Die vind ik het mooiste. Ja, je weet omdat hij een beetje moe is, hè. Dit zijn de mijnen. Die zitten wel goed, maar ik ga eens kijken voor de andere kant of ze goed zitten. Zo ja, dan gaan we ze kopen, hè. Zo. Dikke een maatje groter. Toch prachtig. En hij zit hier zo mooi te wachten, hij moet er in zitten. Zo stom. Hij heeft zelf een beetje een schoen gepakt. En hij wil hij aandoen. Dit is hem. Ik vind ze wel mooi, denk ik. Maar ze zijn te groot en zo. Zie je maar. Deze vond hem ook mooi. Zeker omdat dat blinkt. Dus ik heb hem ook eens een keer aangedaan om hem te lachen. Deze heeft hij nu aangedaan. Dat maakt voor hem ook niet uit of hij een jongen of een meisje is. Hij wil dat gewoon niet passen. Dus hij heeft een auto gevonden en hij gaat er nu in te rijden. Helemaal in de auto. Dat is hier. Helemaal. Kijk, we zijn nu een beetje aan het rijden met deze auto. En we gaan nu heel kort met hem rond eens kijken of we eens kunnen vinden van wat we nog nodig hebben. Je wilt erop kruipen, zie je? Vond je dit een leuke video? Zeg het duim omhoog, niet abonneren. We hebben filmpjes gemaakt hier. Dus hopelijk vond je dit leuk en tot morgen.